goed weg. In het achterveld een galoppaarde van, ik denk dat dat de 2 is, Fernandel O. En zo komen de deelnemers de eerste meters door. Aan de buitenzijde komt de favoriet ook naar voren. Giddy Kingley wil de leiding graag overnemen. En verlegt daarbij de loop heel even. Nummer 9, galop nummer 9. Rupel zout hem mooi op de been en zo gaan de paarden de eerste bocht in. Leiding is nu in handen van Giddy Kingley. Daarachter op de tweede plaats ligt Arme Cheerleader. Dan valt er een klein gaatje naar plek 3. En daar ligt inmiddels John de Leeuw. Die is opgeschoven met Jojo Harley. Het zijn de eerste 3 paarden. Plaats 4 daarachter is voor alweer een product van Kaan Olderson. Yarine Legrand die ligt op plek 4. En de 5e plaats daarachter op dit moment voor John Dekker. Met de niet al te grote 1 van mei. Zo gaan de paarden de rechte lijn overzijde door. En de voorste 2, misschien 3, beginnen iets weg te lopen bij de rest. En het is Giddy Kingley die het tempo maakt. Giddy Kingley, daarachter Arme Cheerleader. Daar loopt nu naartoe Jojo Harley. Dan Yarine Legrand. De buitenkant komt heel snel naar voren nu. Downtown Susie met Mark Verhulst. Downtown Susie schuift op en meldt zich ook in de kopgroep. En zo gaan de paarden de volgende bocht alweer in. Met nog altijd Giddy Kingley aan kop. Giddy Kingley, de enige die vlak achter hem ligt, is Arme Cheerleader. Dan het kleine gaatje naar Jojo Harley, maar dat gaatje wordt nu kleiner. Dan aan de buitenkant is het Downtown Susie met aan de binnenkant Yarine Legrand. Daarachter volgt aan de buitenkant dan Invincible Volo met aan de binnenkant daarachter 1 van mei. En de laatste plaats voorlopig is voor André Bakker in deze koers. Houdt die laatste plaats vast, maar wil daar natuurlijk straks wel wegkomen. Zo zijn de paarden in de rechte lijn voor de tribune. Harold Scott, daar zit hij achter. Paarden voor de tribune en we hebben nog 1 ronde te gaan. Giddy Kingley gaat wat druk voelen aan de buitenkant, maar niet al te veel, want de druk wordt niet echt opgevoerd. Maar komt er wel één naast, dat is Jojo Harley. Daarachter aan de reling zijn Arme Cheerleader. Downtown Susie heeft nu een mooi ruggetje voor zich. Binnendoor probeert het gaatje nu dicht te lopen. Yarine Legrand, die moet daarbij wel even gevraagd worden. Gaan de laatste kilometer nu in. Buitenkant daarnaast Invincible Volo, dan Harold Scott. En laatst aan de binnenkant is 1 van mei. Paarden ronden de rechterbocht en gaat het tempo vooraan omhoog. Een probleem in de bocht voor Harold Scott, die springt weg. Rechte lijn overzijde wordt ingedraaid. Kopgroepje van 3 paarden. En de leider is nog altijd Giddy Kingley. Giddy Kingley aan de buitenkant Jojo Harley. En daarachter aan de relingzijde volgt Arme Cheerleader. Dan het gaatje naar Downtown Susie en de rest van het veld. En zo zijn de paarden 750 meter van huis. Leider is Giddy Kingley. Gaat sterk. Giddy Kingley die 1 keer geklopt werd en 2 keer gesprongen heeft. Zelf ook al een keer won. Die leidt hier met een lengte. We gaan op weg naar de laatste bocht. Jojo Harley blijft aardig in de buurt. Daarachter aan de relingzijde is het Arme Cheerleader. En Invincible Volo komt nu hard dichterbij. Ligt 4e. Zo gaan de paarden de laatste bocht in. Leider nog altijd Giddy Kingley. Giddy Kingley pakt nu iets meer voorsprong en dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. Aan de buitenkant Jojo Harley, die hapt even naar adem. Binnendoor wordt hij nu aangepakt door Arme Cheerleader. En Invincible Volo gaat helemaal naar de buitenkant. Die 4 paarden heel ver voor de rest en zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Giddy Kingley, de favoriet van €2,40, heeft 2 lengte voorsprong. Buitenkant Jojo Harley, helemaal aan de buitenkant Invincible Volo. Maar Ruud Pols, het lijkt wel alsof hij thuis op de bank zit. Zo makkelijk gaat hem dit af. Gaat hier heel makkelijk winnen. Giddy Kingley is de winnaar. Jojo Harley vecht zich terug naar plaats 2. Loopt heel goed over de lange afstand. Invincible Volo 3e. En de 4e plaats met een lekke band. Arme Cheerleader.